welkom allemaal. Wat leuk dat jullie kijken. Ik ben Regien en ik ben net bij mijn standplaats aangekomen. Zet je erin. Even mijn zelfzekering maken. Ah, yes. Ik heb stand. Ida, stand! Oké, ga ik haar even zekeren. Wat touw inhalen. Dan kan ze straks achter me aankomen. Zo. Iris, nakomen! Waarschijnlijk klinkt dit als abracadabra voor je. Als je wil leren hoe je buiten meerdere touwlengtes kan klimmen, gaan deze touwcommando's die ik net riep naar mijn klimmaatje zeker aan bod komen. Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Regien en ik ben gek op de bergen. In het dagelijks leven ben ik projectcoördinator bij de NKBV. In mijn vrije tijd ga ik zoveel mogelijk naar de bergen, lekker naar buiten. Het liefst in de rotsen of in de sneeuw. Maar corona maakt het natuurlijk vrij lastig nu. Ook ben ik sportklim-instructeur. Ik vind het heel gaaf om mensen mee te nemen in de rotsen en ze de kneepjes van het vak te leren. Vandaag neem ik jullie graag mee in de wereld van het buitenklimmen. Ik ga wat vertellen over wat je allemaal moet kunnen als je gaat buitenklimmen. Wat voor cursussen er zijn, hoe je een goede keuze hierin kunt maken in wat voor cursus je gaat doen. Hoe je je kunt voorbereiden, bijvoorbeeld qua training en materiaal. En ik eindig met een aantal vragen. Waarom is sportklimmen nou zo leuk? Sportklimmen brengt je op plekken waar je normaal nooit zou komen. Bijvoorbeeld bij de hoge kalkrotsen aan de Maas in België. Of de oude basaltgroeves in Duitsland. Lange granietwanden in Zwitserland. Of ook verder weg van huis. Bijvoorbeeld bij de zandstenen wanden in Marokko. Waar je je eigen weg moet vinden in de rots. Zonder haken. Je bent heerlijk in de natuur. Je bent jezelf echt aan het uitdagen. Fysiek, want je gebruikt alle spieren in je lijf om balans te houden. Om op de kleine greepjes en de routepuzzels op te lossen. Maar het is ook mentaal, want het kan soms spannend zijn om voor te klimmen. En ondertussen ben je bezig met alle touwtechnieken, setjes inklippen, zekeren, standplaats maken. Buiten klimmen, dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan naar de rots gaan in de natuur, van ongeveer 20 meter hoog met haken erin geboord. En daar kan je heerlijke routes klimmen. Het is bijna een beetje zoals in de klimhal. Dat noemen we single pitchen. Je kan ook een hele hoge rotswand beklimmen. Daar kan je bijvoorbeeld een hele dag mee bezig zijn. Dan klim je meerdere touwlengtes achter elkaar. Dat noemen we multipitchen. Wat moet je nou kunnen om buiten te sportklimmen? Dat hangt af voor wat voor routes je gaat klimmen. Als je bijvoorbeeld gaat single pitchen, dan moet je weten hoe je buiten voorklimt, hoe je een voorklimmer zekert en hoe je een standplaats maakt. De standplaats, dat zijn vaak twee haken in de rots, zoals ik net liet zien. En die verbind je met elkaar, wat het ankerpunt wordt om vanuit te zekeren. En als je gaat multipitchen, dan moet je ook goed touwmanagement hebben. En dan moet je weten hoe je weer efficiënt kan afdalen. Zodat je natuurlijk weer op tijd terug bent in het dal voor een lekker koud drankje. Je kunt het allemaal leren in verschillende cursussen. Bij bergsportreizen kan je een introductiecursus doen. Een single pitch cursus en een multi pitch cursus. Ik zal eventjes wat meer uitleggen over deze drie verschillende cursussen. Dus allereerst de introductiecursus. Eigenlijk kan iedereen meedoen aan de introductiecursus in Houthon. Dit is echt de eerste kennismaking met buitenklimmen. Houthon is een ideaal gebied in België om je eerste meters in de rots te klimmen. Het is prachtig gelegen in de Ardennen aan het water. Het is heel overzichtelijk. En je hebt routes in alle verschillende gradaties. En tijdens deze introductiecursus ben je overdag vooral bezig met klimmen. En 's avonds behandel je ook nog wat klimtheorie. En er is natuurlijk tijd voor een lekker Belgisch biertje. Je slaapt 's avonds in de NKBV Berghut in Sie. Die is net verbouwd, dus dat is heel gaaf. Bij deze cursus is eigenlijk al het materiaal geregeld. Je hoeft alleen je klimschoentjes mee te nemen.
De onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod gaan komen zijn onder andere klimtechniek, dus indraaien of hoe je goed kan plaatklimmen. Natuurlijk de partnercheck, die is heel belangrijk. Het zekeren, alle verschillende materiaalsoorten die je nodig hebt. Hoe je goed een topo kan lezen, dat is een boekje waar alle routes in staan getekend met de routewaardering. Natuurlijk veiligheid, dus dat je je helm opdoet tijdens het klimmen. En als laatste ook duurzaamheid. Bijvoorbeeld geen afval achterlaten in de rotsen. De focus bij deze cursus ligt vooral op lekker veel klimmeters maken in de rotsen. De cursus wordt gegeven door een NKBV sportkliminstructeur, net zoals dat ik dat ben. Zoals ik al zei, het materiaal wordt eigenlijk allemaal verzorgd. Je hoeft alleen maar je klimschoentjes mee. Je slaapt en eet in de herberg in Sie. En er zit ook halfpension bij, dus het ontbijt en het avondeten, dat wordt allemaal verzorgd. En het duurt een weekend en aan het einde krijg je een indoor toproop klimvaardigheidsbewijs. De tweede cursus, dat is de single pitch cursus. Tijdens deze cursus besteed je veel aandacht aan voorklim- en zekeringstechnieken en ook het ombouwen naar toproop. En vaak begin je op dag 3 al zelf met het voorklimmen van korte routes. Dus de focus van deze cursus ligt vooral op het voorklimmen buiten en veel meters maken daarin. Deels worden er nog dingen uit de introductiecursus herhaald, bijvoorbeeld route zoeken of dus inderdaad duurzaamheid, hoe gedraag je je in de rots als een goede gast. En deze cursus wordt gegeven door een NKBV sportkliminstructeur of door een berggids. En tijdens deze cursus neem je zelf het meeste materiaal mee. Dus het zekerapparaat, je setjes, je karabiners, je slings, die neem je allemaal zelf mee. Je slaapt tijdens deze cursus op een camping. En 's avonds kan je gezellig met z'n allen koken of je gaat het eten. Deze cursus duurt een week. En je krijgt aan het einde een klimvaardigheidsbewijs outdoor voorklimmen single pitch. Je hebt keuze tussen 3 gebieden als je een single pitch cursus wil doen bij bergsportreizen. Het eerste gebied is in Frankrijk, Vallée de Bug. En dit gebied heeft veel makkelijke routes op kalk. En kalk is vaak heel scherp met kleine randjes. En dat lijkt bijna een beetje op klimmen in de hal. Het tweede gebied dat is Val d'Hurans. Val d'Hurans is wat diverser qua rotsoorten en ook qua rotshoogtes. En als laatste kan je naar Uztal in Oostenrijk. Uztal staat vooral bekend om het mooie bergwandelen, daar ken je het vast van. Het alpinisme, maar je kan er ook prachtig rotsklimmen. Deze cursus die wordt gegeven door een berggids. Het verschil met een berggids en een NKBV sportkliminstructeur is dat een sportkliminstructeur die is specifiek opgeleid om les te geven in buitenklimmen. En een instructeur doet dit vrijwilligerswerk vaak naast een andere baan. En een berggids neemt mensen mee in de bergen en dat is echt zijn of haar beroep. En die berggidsen wonen ook in de bergen. Een berggids is breder opgeleid dan alleen sportklimmen. Ze geven bijvoorbeeld ook cursussen in alpinisme en skiën buiten de piste. In Vallée de Bug en in Uztal kan je naast een single pitch cursus ook een multi pitch cursus volgen. En dat brengt me meteen bij de uitleg van de laatste cursus die je kan doen bij bergsportreizen. Dat is de multi pitch cursus. Tijdens het klimmen van een multipitch ga je echt op een groot avontuur, zoals ik al zei. Je kan er echt een dag over doen en je klimt meerdere touwlengtes. Dus tijdens deze cursus leer je dus ook meerdere touwlengtes voorklimmen. Je besteedt heel veel aandacht aan standplaatsbouw, maar ook aan wat een goede tactiek is en hoe je efficiënt naar beneden kan gaan via het maken van upsells. Tijdens deze cursus is dus
veel aandacht voor touwmanagement, voor standplaatsbouw. En zoals ik al zei, is bij multipitchen ook de tactiek heel belangrijk. Hoe pak je zo'n avontuur nou goed aan? Wat is een goede planning? Hoe kan je je route goed lezen, zodat je niet verkeerd klimt? Hoe kan je goed licht gewicht op pad gaan? Hoe communiceer je met je klimmaatje die 30 meter lager hangt? En deze cursus die wordt gegeven door een NKBV sportklim-instructeur of een berggids. En qua materiaal heb je eigenlijk alles, breng je eigenlijk alles zelf mee, behalve de touwen. Die regelt bergsportreizen. En je slaapt op een camping en je kan 's avonds ook weer met z'n allen lekker koken of je kan uit eten gaan. En deze cursus duurt ook een week. En je krijgt aan het einde een klimvaardigheidsbewijs outdoor multipitchen. Nou, hoe maak je nou een goede keuze in deze cursussen? En voor buitenklimmen heb je vooral een goede dosis enthousiasme nodig en veel zin om lekker naar buiten te gaan. Je bent de hele dag buiten. Aan de introductiecursus kan eigenlijk iedereen meedoen die wil kennis maken op echte rots. En als je al iets meer ervaring hebt met klimmen, dan kan de single pitch cursus en de daaropvolgende multi pitch cursus iets voor jou zijn. Vind je het fijn om bijvoorbeeld lekker onderaan de rots te hangen, enkele touwlengtes te klimmen, dan past een single pitch cursus goed bij jou. En heb je het buitenklimmen ondertussen wel onder de knie en wil je lange routes klimmen, dan is de multi pitch cursus wel iets voor jou. En er zijn ook wat ingangseisen. Bij de single pitch cursus moet je ongeveer 5A soepel kunnen klimmen in de hal. En bij de multi pitch cursus moet je al voorklimervaring hebben. En ongeveer soepel 5A kunnen voorklimmen. En het is fijn als je al wat buitenklimervaring hebt. Hoe kan je je goed voorbereiden op deze cursussen? Want je wil natuurlijk fit onderaan de rotsen staan. Je kan fit worden door lekker te klimmen in de hal in Nederland. En natuurlijk regelmatig te wandelen of hard te lopen. Als je al kunt single pitchen, dan kan je ook lekker veel naar buiten gaan om klimmeters te maken. Even kijken dan de praktische voorbereidingsdingen voor de cursus. Het vervoer kan je naar bestemming kan je onderling regelen. Er staat op de website staat een uitgebreide paklijst met al het materiaal wat je nodig hebt. En wat ook leuk is, dat heb ik zelf wel veel gedaan toen ik leerde klimmen. Omdat we in Nederland natuurlijk geen rotsen hebben, wat je wel thuis kan doen, is alvast wat touwtechnieken oefenen. Dus als je bijvoorbeeld de single pitch cursus gaat doen of de multi pitch cursus, dan kan je voor de single pitch cursus kan je alvast thuis oefenen met setjes inklippen. En voor de multi-pitch cursus kan je bijvoorbeeld standplaatsbouw oefenen. Zodat als je in de rotsen bent, dat je dan efficiënt kan gebruik kan maken van je tijd in de rotsen om lekker te klimmen. Nou, wat kan je nou van ons verwachten bij het boeken van een reis? Op de website hebben we bij alle cursussen uitgebreide informatie staan. Je kan je heel makkelijk aanmelden via de website. Dat proces is allemaal goed ingericht. Je kan altijd bellen of mailen als je vragen hebt, dan zijn we bereikbaar. Als je hebt ingeschreven, dan brengen we jou in contact met je instructeur en met de groep. En dan kan je met z'n allen van tevoren alvast kennis maken. Dat was hem. Dit was mijn verhaal over sportklimmen. Ik krijg zelf alweer helemaal buitenklimkriebels. Hopelijk heb ik je enthousiast gemaakt om de stap naar buiten te zetten samen met Bergsportreizen. Bergsportreizen is de reisorganisatie van de NKBV. En kijk voor meer informatie en om je reis te boeken op bergsportreizen.nl. Mocht je reis niet door kunnen gaan vanwege coronamaatregelen, dan krijg je bij Bergsportreizen gewoon je geld terug. Dus je kan zorgeloos boeken. Tot in de rotsen!